Het is een prachtige zomerdag hier in Tervuren en er is iemand die mij om 7:30 heeft gebeld en die zei: ja meneer, ik sta met uw levering voor de deur. Ja, ik was dus nog niet in het café, dus ik heb hem gebeld. Ik zeg: ik ben er zo rap mogelijk, over 10 minuten. Dus voilà, ik ga even iets gaan ontvangen. Er is iets nieuws toegekomen. Eerst even uitpakken. Tada! Mijn fornuis is toegekomen. Ik ben zo blij. Het is een Falcon Classic 90. 90 centimeter breed. Ja, zo van die toffe draaiknopjes, inductieplaten, 3 ovens, temperatuurmeter. Ik kan nu echt beginnen met veel recepten te maken. We zijn een paar dagen later. Het fornuis is geïnstalleerd. De elektriek zit eraan. Het werkt. Alles is prima. Maar zoals je ziet is er nog een groot probleem. Dat is de achterkant. Het is nog gat lelijk en dat ga ik vandaag tijdelijk oplossen. Want op termijn wil ik daar zo een aluminiumplaat voor maken met zo uitgelezerde letters. En dat daarop plakken. Ik weet nog niet goed wat het ontwerp juist gaat zijn. Maar vandaag is het dus een beetje een knutselprogramma. En waarom zouden we in godsnaam naar dit filmpje kijken als ik de heerlijke Giant niet ga namaken? Om te vergelijken en zien welke de beste is, die van de Kwik. Die is heel lekker. Of de huisgemaakte en proberen die geheime saus te ontleden. Maar eerst dus het knutselwerk. Ik heb een groot stuk karton. En normaal gezien zou dat ongeveer moeten passen. 84 op 88. Zo. Het ziet er toch al iets beter uit, hè? Bon, het is nog niet top, maar dat wordt dus zo van dat gebroost aluminium met daarop het houten logo. Ik denk wel dat dat mooi gaat zijn, maar deze zal tijdelijk wel genoeg zijn. Deze is heel tijdelijk af. Ik ga die aluminiumplaat ASAP bestellen. Ik weet niet wanneer ik dat ga ontvangen, maar het decor gaat er nu dus zo uitzien. Op naar de Kwik. Even een Giant gaan kopen. Proeven wat er juist allemaal in zit. En dan een proberen na te maken. Zeg maar, ik kom terug naar u. Goeiedag, 2 Giants alstublieft. Ja, echt wel 40 gigawatt van de tweede raket alsjeblieft, dank u wel. Dank u wel. S'il vous plaît. Vous plaît. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Hier is hem dan, de favoriete burger van de Belgen. En wat maakt hem zo speciaal? De Giant saus. En die ga ik vandaag proberen na te maken. Maar eerst ga ik even de Giant ontleden en zien hoe dat hem eruit ziet. De bekende kartonnen ring er rond. Een broodje zonder sesamzaad. Geroosterd. De Giant saus. Ik ga die al eens voorproeven. Zure mayonaise. Een beetje ketchup, denk ik. Gehakte sla. Een eerste vleesje. Ajuintjes. Kaas. Een tweede vleesje. En nog een broodje. Je kunt veel zeggen over fastfood, dat het ongezond is, dat het droogvlees is. Maar één ding moet je wel toegeven, het is godverdomme lekker. De saus is redelijk zuur. Het trendt naar meer mayonaise dan ketchup. De kaas moet uiteraard zo van die smeltkaas zijn, van die goedkope smeltkaas. Maar dat geeft echt de typische burgersmaak. Maar algemeen is het wel een redelijk droge burger. Alleen de sla biedt wat krokant. Maar ik denk dat ik wel beter kan. Alleen die Giant saus, ja, dat wordt niet gemakkelijk. Voordat ik aan mijn versie van de Giant begin, ga ik nog even een kameraad helpen die aan het verhuizen is met zijn vriendin. Dus eerst daar naartoe en dan terugkomen om die lekkere, lekkere Giant na te bootsen. Wie gaat er verhuizen? Hey! Het is verhuisd. Terug van de verhuis. Proficiat Kajanina met jullie huis. Maar nu is het tijd om terug te koken. En het is dus tijd voor de zelfgemaakte Giant. Het allerbelangrijkste in een burger is het vlees. En daarom ga ik zelf mijn gehakt maken. En ik heb 3 verschillende stukken vlees gekozen. Rundvlees uiteraard. Het eerste is soepvlees. Aan het been. Heel veel smaak. Er zit ook een beetje vet in. Perfect dus om te gebruiken. Het tweede is
tournedo, een mager stuk vlees en er zit ook een lapje vet rond. Het laatste is entrecote, de smaakmaker van de burger. Dat is gemarmerd vlees, waardoor er nog meer smaak is, nog meer vettigheid en dat resulteert in een sappigere burger. De entrecote in blokjes snijden, de tournedo in blokjes snijden en dan het soepvlees. Daar ga ik uiteraard het bot van wegdoen, omdat we dat uiteraard niet in de mixer willen doen. En dan, heel belangrijk, die vervelende pees op het soepvlees. Dat mag ook weg, omdat dat taai is. Dat is niet lekker. En dit mag nu afkoelen in de vriezer, ongeveer 20-30 minuten, zodat het een beetje verstevigt en dan is het makkelijker om te kutteren. Het blenderje zelf mag ook mee in de vriezer, zodat het lemet goed koud is. De Giant Sauce. Op de website van Kwik staat er gewoon mayonaise, ketchup en kappertjes, maar ik denk dat er enkele andere dingen in zijn. Ik gebruik fijngesneden ajuin, augurk en kappertjes. 1 eetlepel van elk. Dat mag in een mengkom en dan een klein beetje ketchup, ongeveer 1 eetlepel. Daarna de mayonaise, ongeveer 3-4 flinke eetlepels. Kruiden met een beetje peper, alles onder elkaar mengen en je hebt Giant Sauce. Gebruik ijsbergsla, dat is de enige sla die hoort op een burger en die ga ik heel fijn versnipperen. Goed, de saus, de ajuinen en de sla zijn af en nu de burgers maken. Dat vlees heeft ongeveer een klein half uurtje in de vriezer geweest en je ziet dat is zo ietsje harder en dat is belangrijk als je dat goed wilt mixen. En het is best om te beginnen met een beetje minder vlees. Je kunt er altijd aan toevoegen, maar als je blender te vol is, dan gaat het niet goed kunnen mixen. Ook belangrijk om dat zo te doen. Niet altijd blijven mixen, anders krijg je zo pap en dat wil je. Er zijn hier en daar nog wat stukjes in, dat is heel lekker. Dan krijg je niet zo van die platte kermis. Hamburgers, dat is wel lekker, maar daar gaan we vandaag niet voor. Gewoon mooi gemalen vlees, stukjes vlees nog in, vet dat lekker gaat smelten. Je weet gewoon dat dat goed gaat zijn, hè? Ik ga geen gewone burgers maken, maar wel smashed burgers. Dat is een Amerikaanse techniek, dus je moet daarvoor eerst een balletje maken. Kruiden met peper en zout. En wikkel dat daar zomaar rond, zodat alle kanten mooi gekruid zijn. De bakplaat lichtjes in olie. En dan... En dan moet het snel gaan. Burgers erop, snik, hete grill, je gaat het direct horen. Hup, met de palet erop en duwen. En nu afblijven totdat je een mooie bruine korst hebt. De Giant dat we allemaal kennen en de homemade Giant. En ik denk, ik ben eigenlijk vrij zeker dat deze veel lekkerder gaat zijn. De burger is samengesteld met lekkere, verse ingrediënten dat we hebben gemixt tot een gehakt. Met veel vetpercentage, zelfgemaakte saus, verse sla en dan een broodje met wat sesamzaad erover. Om wat meer smaak te hebben. Zo ziet de gewone Giant eruit, midden door. Ziet er een beetje droog uit. En deze, nog een heel mals broodje. Wow. Een Giant van de Kwik is altijd leuk. Homemade Giant. Wow. Mega sappig. Ik durf met heel veel trots zeggen dat de Homemade Giant veel beter is dan die van de Kwik. Als je mij niet gelooft, stuur mij een berichtje, dan kom ik het voor u klaarmaken en al uw vrienden. Ook voor jullie Kwik mensen die kijken. Like, subscribe en klik op dat belletje, zo ben je op de hoogte van wanneer er nieuwe filmpjes online komen. Smakelijk eten, leef de Giant, maar vooral de Giant saus. Salutjes. Amai, die saus, jongen. Lekker.